Dankjewel. Hier zitten zo'n 60 veroordeelde vrouwen hun straf uit. Ongeveer een kwart van hen zit voor moord. Kom eens hier, schat. Kom, Louis. Een van de langst gestraften op deze afdeling is Feride. Ik mag bij haar langskomen tijdens de recreatie. Louis. Hoi, komt dat uit, Lu? Ja, natuurlijk. Ja. Hoi. Hoi. Hey. Anita. Maar hij verliest nog heel veel, hoor ik. Hij gaat moeizaam, het is te zien. 31,5. Nou, we weten het al. Ja. Jammer. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Mag niet klagen, dus. Nee, mag niet klagen? Nee. Hoe lang zit jij hier? Ik zit nu februari 5 jaar. Weet je nog de eerste dag dat je hier binnenkwam? Hoe was ja, dat? Ja, ik weet het nog. Ik kwam hier, 's avonds 11 uur was het. Mm-hmm. En het besef, weet je nog niet, weet je wel, van oké, je gaat naar de gevangenis, maar wat ga je daar verwachten? Je bent gewoon bang. Bang van alles en iedereen. En de dingen ook wat ik buiten heb voordat ik vast kwam te zitten. En wil je ook vertellen wat er is gebeurd? Ja, ik heb iemand zijn leven beroofd, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, weet je? Ja. Maar ik ben eigenlijk eraan... hoe noem je dat? Gedwongen door mijn ex. Je bent door je ex gedwongen om iemand van het leven te beroven? Ja. Iemand dus te vermoorden? Ja. Ja. Maar hoe dan? Mijn ex heeft me min of meer... gewoon thuis gegijzeld. Ik mocht met niemand praten. Ik mocht geen contact opnemen met mijn familie. Dus ik heb gewoon in een hel geleefd. Gewoon dag en nacht. En weet je, gewoon alles wat je kan bedenken. Mishandelingen en verkrachtingen. Ja. Wanneer de kinderen naar school gingen. En wanneer ze thuis kwamen, had ik even rust. Weet je wel, en toen gingen ze weer naar school en toen begon de ellende weer. Mm. Ik moest op de grond slapen. Ik mocht niet meer in mijn bed slapen. Ik werd iedere keer wakker gemaakt door hem. Op een gegeven moment beschuldigde Feride's man haar van het hebben van een affaire. Hij stelde haar voor een keuze. En op een gegeven moment werd mij dus gezegd door hem van dat ik hem dus van zijn leven moest beroven. Anders zouden mijn kinderen eraan gaan. Je voelt je gewoon een zombie. Ik kon niet helder nadenken. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus en toen werd het gebeurd. En toen werd ik gelijk opgepakt, naar het politiebureau gebracht. En toen moest ik een overal aantrekken. Dus alle kleren, dus bewijsstukken, weet je, mijn kleren en zo. Alles moest... Realiseerde je toen wat je had gedaan? Nee. Maar ja, na die politiebureau kreeg ik dus een overal. En toen zagen ze ook overal blauwe plekken. Natuurlijk gaan ze vragen stellen en zo, weet je wel. Maar hij heeft ook een hele scenario bedacht van wat ik aan de politie moest vertellen. Zodat dat ik de schuldige ben en dat hij er helemaal niks van af weet. Dus ik hield mijn mond dicht. Maar op een gegeven moment is dat verhaal wel boven water gekomen. Ja. Feride werd veroordeeld tot meer dan 10 jaar gevangenisstraf, waarvan ze er bijna de helft op heeft zitten. Ook haar man werd veroordeeld. Het heeft me ook sterk gemaakt, weet je wel. En, is dat zo, ja? Ja. In welk opzicht? Kijk, 4:15 ga je achter de deur en dan ga je malen. Dan ga je denken en dat maakt je kapot. Weet je, maar langzamerhand besef je van, ik zit wel vast, maar ik ben vrij. Dus, snap je, het klinkt misschien raar, maar dat is wat ik ervaar. Heb je jezelf vergeven? Dat is moeilijk. Ja. Dat is toch moeilijk? Dat weet ik nog niet, nee. Ja.